Anton! Ja? Ze is weg. De tante van een klein meisje is verdwenen tijdens een bezoek aan het circus. En jij gaat haar nu opsporen, hè? Kan ik op jou rekenen? Natuurlijk, brigadier. Ah, goed, goed, goed. Loesje, Lietje. Ja, ik moet iemand opsporen. Er is iemand vermist en ik... Ja, dat is... Natuurlijk is dat goed. Ja, ik hou ook van jou. Ik moet heel gauw de tante van iemand op... Ja, natuurlijk doe ik dat graag voor je. Ja, want, ja, ik hou van jou. Dus ik kom eraan. Ja, maak je geen zorgen. Ik kom nu. Ja. X-Mix. Natuurlijk. Dit is echt een klusje voor X-Mix. X-Mix, dat zijn wij. X-Mix, we zijn erbij. X-Mix, bij elk avontuur. We kunnen alles aan. We zullen naast je staan. Samen zijn we één. Bij elk probleem gaan we er dwars doorheen. X-Mix is de game. Dags! Xena, wij zijn... X-Mix! Heerlijk, we zijn weer op een X-missie. Maar wat we hier moeten doen, dat is mij nog even een raadsel. Het is wel mooi groen hier. Ik weet ook nog een groen raadsel. Het is groen en rent door de wei. Een kudde augurken! Kinderachtig, Dags. Erg kinderachtig. X-missie. Vind verdwenen tante uit circus. We gaan op onderzoek uit. We gaan die tante vinden. En geen domme dingen doen. Jullie kijken hier rond. Ik kijk aan het begin van de circus tent. Wedder, ik heb deze X-missie binnen een paar minuten opgelost. Ik kan me herinneren dat ik wel eens een X-missie binnen 3 minuten heb opgelost. Ik was de ster van de... Dax! Axel! Axel, kijk! Een monster! Uit een onbekend level! Hij ziet er verdacht uit. Scan jij hem eens even? Dat was ik net van plan. Waar eigenlijk? Daar! Clown. Verkleed mens met nephaar, nepneus en schmink op. Wat zei ik je? Binnen 3 minuten ook deze zaak weer opgelost. Het is een man die zich verkleed heeft. Die heeft vast iets te verbergen. Hij heeft vast iets te maken met die verdwijning van die tante. Heel verdacht. Ik ga erachteraan en stoppen met mijn X-stralen. Axel, die werkt alleen in de game, niet in deze wereld. We besluiten. Hup, klaar en dan gevangen. Xena, we hebben de ontvoerder van die tante te pakken. Roep Anton op. X-missie is volbracht. En ik ben de ster van dit avontuur van X-Mix. Mag ik u mijn excuses aanbieden voor deze 2 idioten? Idioten? Waar? Jullie. Dit is Clown Penzo. Hij is de ster van deze show. Hij kan goochelen en maakt grappen. En hij kan ons misschien wel helpen om die tante te vinden. Ja, nou, excuses aanvaard in ieder geval. Ik vind jullie wel een stelletje raar. Een stelletje rare belhamels, hoor. Maar ik had inderdaad gehoord van die verdwijning van die tante. Als er iets is wat ik voor jullie kan doen, dan zit ik gewoon in mijn trailer. Goed? Nou, ik ga er maar eens vandoor, want ik heb straks nog een voorstelling. Tot later. Hoi. Een goochelclown. Precies wat ik al dacht. Altijd al gezegd. Dat heeft er niks mee te maken. We hebben nog steeds geen spoor van die tante. Dax, Axel, jullie gaan daar kijken. Dan ga ik daar kijken. Als jullie iets verdacht zien, dan meld je het mij. Die clown, de ster van de show. Alsof dat zo moeilijk is. Ik kan dat ook allemaal. En wat doe ik? Ik sta hier met jou. Terwijl ik de ster van de show zou kunnen zijn. Ik word een ster. Oh,
naar jou. Ik geef spetterende rockshows, ik heb miljoenen fans. Ik doe het goed in hard rock, swing en ook jazz en dance. Ik word een ster. Schoppen nog ver. Hij wordt een ster. Ster. Wow. Hij wordt een ster. En hij schopt het nog ver. Ik sta steeds op nummer 1. Elk zang een hit. Maar het allerbelangrijkste voor mij is dit. Dat iedereen me ziet. Dat iedereen me kent. Dat elke deur voor me open gaat. Van elke supercoole tent. Ik word een ster. Ik schop het nog ver. Hij wordt een ster. Ster. Wow. Hij wordt een ster. En hij schopt het nog ver. Iedereen kijkt op naar mij. Geen blik die mij mist. Mijn kleedkamer dringen ze binnen met een hele sluwe list. Om eventjes dichtbij te zijn. Dichtbij de grote ster. Maar je hoeft niet lang te zoeken. Hij is namelijk niet ver. Ik word een ster. Schoppen nog ver. Hij wordt een ster. Ster. Wow. Hij wordt een ster. En hij schopt het nog ver. Zo is een echte ster onbereikbaar ver. Ik weet precies hoe dat moet. Ik vind mezelf namelijk cybergoed. Ik kan alles maken. Ik kan alles kraken. Ik weet hoe het moet. Hij weet hoe het moet. Niks gezien en niemand gevonden. Jullie? Ook niks. Ik snap er niks van. Week ze Anton op. Klaar? Ik mix voor Anton. Hallo lieve X's. Wat ben jij nou weer aan het doen? Ja, Loesje moet vandaag gaan praten over een nieuwe baan. En ik wil dat ze er zo mooi mogelijk uitziet. Dus nou nog even schoenen poetsen. Maar ik heb ook nieuws over jullie missie. Schoenen poetsen. Kan ze dat zelf niet? Ja, nou ja, nou ja. Maar even over jullie missie. Tante Eva is weer terug. Ze is nu samen met haar nichtje bij de olifantenstallen. Dus ja, ik denk dat er sprake is van een misverstand. Ga toch voor de zekerheid maar even kijken. X-Mix, over en uit. En bedankt alvast, hè. Veel plezier met schoenen poetsen. Meekomen. 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 Ja, lievertje, ik was jou ook kwijt. Raar, hè? Maar ja, nou is je tante er weer. Tante Eva? En wie zijn jullie nou weer? Wij zijn van de circuspolitie. We begrijpen dat u enige tijd verdwenen was. Wat is er gebeurd? Nou, we gingen naar een optreden van die goochelclown Benzo. En die had iemand nodig voor de grote verdwijntruc. Dus ik zei van, nou ja, ik wil wel meedoen. En toen werd ik in een kooi gestopt. En daar werd ik heel erg duizelig. En toen werd ik op een gegeven moment daar ook weer wakker. En toen was mijn halsketting weg. En mijn horloge. Uw halsketting en uw horloge? Ja. Laten we maar eens een kijkje gaan nemen bij de volgende show van Goochelclown Penzo. Hm? Dax, koop jij de kaartjes bij de kassa? Wij lossen dit voor u op, mevrouw. Heel fijn. Waar blijft Dax toch? Xena voor Dax. Dax, waar zit je? Ja, ik sta bij de kassa. Waarom duurt het zo lang? De volgende show begint al bijna. Ja, ik weet het. Ik heb al 5 keer kaartjes gekocht. Maar telkens als ik naar binnen wil lopen, scheurt iemand mijn kaartjes doormidden. En moet ik weer nieuwe kaartjes kopen. Dat hoort zo. Nou, ik kom naar je toe. Ja. Een X-missie in een circus. Leuk! Oké, allemaal heel goed opletten of iets raars of verdacht ziet. En hier is hij, de ster van het circus. Goochelclown Benzo. Jawel, dames en heren. Welkom, welkom. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel. Wat heerlijk om u allemaal te zien vanavond. Fantastisch. Leuk dat je er bent. Zeg welkom. We hebben een overvol programma vandaag. We hebben acrobaten, we hebben paarden, we hebben fantastische tijgers. En natuurlijk mijn wereldberoemde verdwijntruc.
En hiervoor heb ik een vrijwilliger nodig. Iemand? Ja, ik. Nou, kijk eens eventjes. Een fantastische, prachtige jonge dame. Geef haar een applaus. Nou, wat ziet u er fantastisch uit. Laat me eens eventjes kijken. Prachtig. Nou, neem plaats in de kooi. Dan laat ik je binnen enkele seconden verdwijnen. Zo, hartstikke. Dekentje eroverheen en ik zeg hocus pocus, Santa zijn, gruwel, grauwel en verdwijn. En ja, ze is weg. Kijk eens eventjes. Nee. Jongens en meisjes, fantastische truc. Sina? Heel veel plezier met z'n allen nog bij Nico en zijn olifanten. Tot ziens. Zag je dat? Wacht, dat is een truc van niks. Ik kan die trucs veel beter. Dax voor Xena. Xena, waar ben je? Dax voor Xena. Ik ga Xena zoeken. Ik blijf wel hier. Ik let hier wel op. Xena! Xena! Xena, wakker worden! Xena, wat is er met je? Xena, wat is er gebeurd? Ik weet niet. Ik werd in die kooi gestopt en toen dat doek over me heen kwam, er spoten iets in mijn gezicht en toen ben ik in slaap gevallen. Dit ding is het op slot. Gebruik je powerboost. Mijn powerbooster. Hey. Ik begrijp het al. We moeten extra vinden om de sleutel van deze kooi te x'en. Waar is die? Ja, Axel die is... We hebben opnieuw een vrijwilliger uit het publiek. Hij zegt zelf dat hij een echte ster is. Hier is Axel en zijn flikvlak acrobatennummer. Axel, wat doe je? Xena is gevangen genomen. Ze zitten in een kooi, we hebben je X-krachten nodig. Een ware ster is geboren! Hoorde je het publiek? Ik ben zo trots op je. Ik sta maar de sleutel van dit hok. Zo, Dax, deze keer mag jij optreden. Dax? Maar ik ben hier toch de ster van de show? Nee, Dax. Jongens en meisjes, let op. Ik ga dit doekje laten verdwijnen. Let goed op wat ik doe. Daar gaat hij. En één. En twee. En hatsakee, weg is die. Helemaal niks aan de hand. Hoppakee. Kijk, en daar. Hé, hey, wat is dit nou? Ik zal jou eens even de grootste verdwijntruc ooit laten zien. Ik zeg hocus pocus, zand en azijn. Ik zet mijn helm op en verdwijn. Snapt, maar deze goochelclown is een boef die de sieraden laat verdwijnen aan de binnenkant van zijn jasje. Hij gaat nu alle juwelen teruggeven en wij laten de clown verdwijnen naar de gevangenis. Axel, pak de juwelen en mijn armband, dan x'en we Anton op. Xena voor Anton. X's. Ik ben zo trots op jullie. Wie had het nou gedacht? Een clown als misdadiger. Ik stuur direct de politie waar. Hij is al onderweg. Ach, het was weer een genoegen om voor je te mogen werken, Anton.
Maar de volgende keer geen twee dingen tegelijk afspreken. Afgesproken, Xena. X-missie volbracht. Wij zijn... X-Mix! Jij bent een ster. Jij bent een ster in het oplossen van criminele zaken. X-Mix, dat zijn wij. X-Mix, we zijn erbij. Ontzettend bedankt, jongens.